Ringslang werkgroep Waterland Oost gaat samen met IVN Waterland op zoek naar ringslang eitjes in broeihopen. Vroeger had je bij iedere boerderijtje had je wel een mestvaal en een composthoop waar de ringslang eitjes kon afzetten. Want de ringslang heeft van die broeihopen nodig om die eitjes tot ontwikkeling te laten komen. Als die er niet zijn, dan komen die eitjes niet uit. Dan komen er geen ringslangen uit. Vandaag is het een drukke dag. We hebben het gecombineerd met het eieren zoeken, met het paasweekend. Veel kinderen aanwezig en we zijn met bijna 40 mensen. Waarom is het zo belangrijk om die ringslang te monitoren? Nou, dan weet je of het succesvol is waar je mee bezig bent. Dus je kunt allemaal maatregelen nemen, maar als je dus niet meet en je niet kijkt van wat is het resultaat, dan weet je ook niet of je goed bezig bent. En wij gaan dan kijken van waar zitten die eieren. We zijn er 10 jaar geleden mee begonnen. En de eerste keer dat we broeihopen aanlegden, toen hadden we 50 eieren. En vorig jaar hebben we al meer dan 500 eieren gevonden. Dus je ziet echt dat het heel succesvol is. Nou, het ging minder goed met de ringslang. De ringslang is hier in Nederland gekomen toen er mensen waren. Die boeren die hadden mesthopen, maar al die mesthopen die zijn nu binnen, allemaal wet en regelgeving, dus die mogen niet meer buiten liggen. En toen is de ringslang enorm achteruit gegaan. En daar kwamen we toen achter en toen hebben we gezegd van nou, we gaan in plaats van die hopen die die boeren vroeger maakten, gaan we zelf die mesthopen maken. Ja, volgend jaar dan gaan we weer aan de slag, dan gaan we weer de hopen allemaal na en dan gaan we ze controleren op eitjes die aanwezig zijn. En dan zetten we meteen weer nieuwe hopen op. Aanmelden kan via mij, Kees Dekker. Mijn gegevens staan hieronder.